eerst Peter en Karin, gewoon toch eens moeten doen. Ja, 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 zeker. Ja, klein optredentje, ja, 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 een act. Gewoon zo mezelf van optreden. Google, nee, we geloven het zelf, joh. Zeg, we kunnen beter instructeurs vragen, dat moeten we niet doen. Nee, nee, geen goede optie, ik ga er niet met serieus verwittig. Manneke, als ik uit de knieën moet gaan, klap ik tegenaan nooit meer. Dat risico gaan we niet pakken. Strip die zus is niet goed. Peter zou daar wel eens zitten. Maar oké, zijn we tweeters voor Peter en Karin. Ja, dat is wat. Weet ik wat we gaan doen? We maken de film! Ik kan niks horen van de koers, zo kan ik niet volgen. Hè. Peter, stop ermee, man. Ik kan niet volgen. En je weet ook dat we volgende week is ons feest, hè? Ah, Karin, Karin, juist, juist, Karin, reis, Karin. Volgende week ons feest, zeker, Karin. En je hebt er gewoon niemand verteld wat we gaan eten, hè? Wanneer? Serieus, zeg. Niets gezegd, juist, ik heb genoemd. Ja, dat zit er goed. Dat is heel goed. Zeg, en ik heb nog altijd geen botten, hè? Ik moet dringend nieuwe botten hebben, hè, Peter? Serieus, Karin? Allee, Karin, allee, doe je bot, Karin! Allee, ja, Karin, allee, Karin, ja, geen bot. Echt allee. Waar? Allee, smet je hem maar, we gaan kijken. Ja, dus bot. We gaan zien. Ik heb echt geen botten, hè? Ik ga niet. Je kunt geen verongelukken over die bot. Dat zijn wel aan botten, hè? Serieus, Karin? Kijk door naar hier. Ja. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Turn around.
laatste klapper gaan, hè? Ja, ja, dat ja, Pieter, straks gaan we een reus gooien. Zoveel reus van. Voor dat Karineke... Eerst willen wij nou drinken. Voor dat Karineke boos gaat zijn. Karin, die is nooit boos op mij. Karin, nooit. Nooit. Goed dat ik je gezien, maar ik nooit verloopt. Boos. Nooit. Pieter, moet ik er nog wat weer? Nee, 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 ik krijg een rust. Het is goed genoeg, ik krijg een rust. Maar ik moet een rust voeren. Ik ga me helemaal niet naar huis voeren. Ik heb niet veel gedronken. Nee, daarbij, nee, krijg ik nog recht naar Barcelona. Hè. Ja? Recht naar Barcelona. Ja, maar Peter, misschien weet je de weg naar Barcelona, maar hij zei wel met al veel lo. Ik moet niet weten, recht naar Barcelona. Kijk, zeg, dan ga ik laten zien dat ik recht naar Barcelona rijd. Ja, laat dat een keer zien. Hé, Peter! Peter, ik zal hem naar huis voeren. Ja, dat moet je naar huis, dat is niet te doen, joh. Nee, dat is echt niet te doen, joh. Ik ga niet op een velo. Recht naar Barcelona, hè. Hier stond dat. Barcelona, naar door. En de Groene Boomgaardstraat naar door. Barcelona! Barcelona! Oh, ja, ja. Oh, man. Ja, het gewoon een keer mee, het gewoon een keer tegen, hè. Man. Oh! Hier ben ik gewoon niet keer tegen, hè. Man. Dat gaat hier niet. Dat gaat hier echt niet. Karin! Mijn vrouw luistert nooit naar mij. Het is vuur, alstublieft. Peter! Welkom op de Donkerstables. Ik ben Karin Donkers, eventingruiter en heb de eer met de paarden van Peter van Damme te rijden. Vandaag stel ik u voor aan Estebaria van het Verahof. En, is het goed? Dat kan beter, Klerkie. Allee! We zijn hier vandaag bij Donkerstables. Ik ben Karin Donkers, ik woon in Minderhout, op de Achteraard. Wij gaan vandaag Fletcha en Estebaria een keer voorstellen. En speciaal voor Peter en Karin, voor de 25-jarige jubilee, gaan we iets in elkaar steken. Voilà, hier zien we Fletcha van het Verahof. Vooral schone naam, maar ook tof karakter. Ik weet niet of dat aan de fokker ligt of aan degene die hem grootgebracht heeft. In elk geval, Fletcha is nu 8 jaar
is klaar om zijn eerste driester te lopen binnen 14 dagen, normaal in Duitsland in Wiesbaden. En Fletcher heeft dit jaar al gelopen in Portugal, heeft hij een vijfde plaats gehaald op de 2 sterren. Vorig jaar ook nog een 2e plaats op de 2 sterren. Spijt genoeg, het wereldkampioenschap jonge paarden letterlijk in het water gevallen, dus dat is niet gelukt. Ik geloof wel dat het paard is voor de toekomst. En wie weet zelfs, misschien ook in aanmerking kan komen voor volgend jaar voor het WK. Maar dat zal een beetje afhangen van dit jaar. Dit jaar is het jaar van de waarheid voor de kwalificaties te halen voor het WK volgend jaar. En qua karakter is Fletcher heel gemoedelijk. Een beetje enthousiast soms nog op de wedstrijd. Moet ze nog een beetje leren te kalmeren in een dressuur. Maar goed in springen, heel handelbaar, zo gemakkelijk te rijden, lief in de omgang. Ik denk dat deze een best is. Ja. Het paard is eigenlijk goed in de 3 disciplines en dat moeten we hebben. Ja. Die paarden die extreem zijn in 1 iets, uiteindelijk is dat niet genoeg. We moeten er echt een hebben ten dag van vandaag die in de 3 disciplines goed is. En dat gaat bij deze wel zijn. Deze is iets gemakkelijker in een dressuur dan een Stebaria. En hij heeft ook een klein beetje meer vermogen, denk ik. Hij is iets sterker in de rug hier dan Extibaria. Dus ik denk dat hem deze op termijn iets meer zou kunnen dan anderen. Ja. Maar ja, dat is gevoel. Dat is altijd nog afwachten, want uiteindelijk... ik zeg altijd, een goede dat is iemand die elke keer met een strik als aan een kop terugkomt. Dat is een goede. Maar tot nu toe is dat goed gelukt. We zullen zien de stap hoger is of dat met dat nog kan. Want dat is eigenlijk dit jaar de eerste keer dat hij op niveau meeloopt. Gelet dat het een Olympische Spelen is. Wat dat wij dan noemen 3 sterren. Ja. Een Fletchy? Ik noem hem altijd Fletchy. Voilà, hier hebben we Extibaria. Of Extibaria. Whatever, in Italië is Extibaria zeker moeilijke namen. Peter, ik heb gehoord dat dat voor jou ook moeilijk genoeg is om dat te onthouden. Of dat je dat na 4 jaar weet. Anyway, Extibaria is nu 9 jaar. Extibaria heeft vorig jaar al de kwalificaties behaald. Eigenlijk om naar de Olympische Spelen te gaan in Londen. Wat al een heel prestatie op zich is op die leeftijd. Dat wil zeggen dat wij op 3-sterren niveau een keer of 3-4 goed moeten gereden hebben. En dat heeft dus Extibaria goed doorstaan. Op het moment een klein beetje te veel kilo's. Ze op momenteel een beetje op rust omdat ze kleine blessuren heeft. Mag wel terug wat beginnen stappen en terug in het werk. Dus ik denk dat ze heel blij is dat ze een beetje buiten komt en redelijk enthousiast is. Extibaria is... een paard met een heel lief karakter. Ik zeg altijd, dat is een beetje like een ideale man, Peter. Die is altijd goed gezind, altijd gustig om te werken. Altijd mee, ja, evenveel goesting. Lief, groot knuffelgehalte, wat wel leuk is. En doet altijd zijn best, ik zeg het. Die is altijd goed gezind. Wat moeten we nog meer willen? Dus... voilà, dat zijn onze Extibaria en Fletcher. Oh, zie ik eens. Ik heb gezegd, hè, hoog knuffelgehalte. Ja, ja. Met de Peter ook, hè. Ah, ja. Daar komt dat van. Ja? Je ziet ja. Die invloed van de fokkers, dat is toch nog belangrijk. Peter, blijven fokken, hè, man. Ik wil er nog wel zo'n paar. Nee. Hoeveel werk je daarmee? Fletcher op dit moment staat... een half uur in de stapmolen 's morgens, dan rijdt hij. Dan gaat hij in de weide, een uur of 4 in de namiddag. En dan gebeurt dat wel s'avonds of in de late namiddag dat hij nog een keer op de loopband wat bergop stapt. Nu morgen bijvoorbeeld staat er een springtraining op programma. Donderdag staat er een conditietraining op programma. Dus dat is redelijk gevarieerd. Hè? Ja. Wij in Eventing doen een beetje van alles. Hè? En dressuur en cross country of conditietrainingen dan thuis voor de trainingen en jumping trainingen, dus dat is wel leuk. En dan met verschillende paarden, dat is nooit hetzelfde, dat is altijd de afwisseling. Ik geloof er ook in dat een paard dat graag doet.
Voilà, Peter. Bij deze heb je een klein beetje een idee van hoe dat er hier uitziet. En vooral hoe dat uw twee fokproducten eruit ziet. Uiteraard zijn ze altijd van harte welkom. Karin, jij natuurlijk ook. Of graag zien we een keer op de wedstrijd ook. Altijd welkom. In elk geval, ik hoop u graag een keer live te ontmoeten. En ik wens u bij deze nog een hele, hele toffe avond. Salut! Peter, blijven fokken, hè, man! Hey, ga zitten. Hallo! Ja! Is dat 8 jaar geleden zeker op het werkje van de Frans en de Peter geboren, ja, eigenlijk, hè? Ja, is 8 jaar, hè. 8 jaar, hè. Ja. Ja, we zijn ook niet zo getraind als jij. Dat is toch niet een training? Dat moet ook eens gelongeerd worden. Ja. Als je wilt, ik heb wel een goede stap nodig. Ja, dat ja, dat, goed, dat goed. Lukt wel. Ja. Ik heb wel wat trainingsprogramma's, ik kan je wel een beetje laten lopen ook. Dat zal niet mankeren. Peter, blijven fokken, hè, man. Ik wil er nog wel zo'n paar. Niemand verteld, maar hij is niemand iets verteld. Juist, ik heb gezien, niks vernoemd. Ja, ja. Ik heb echt geen botten, Peter. Oh, Karin. Nee. Als we hem al botten verkiepen. Ik heb een volbloed keeper. Oh, Karin, alsjeblieft. Barcelona! 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 Ja. Hé, hey, 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 dat was mijn lieve, zeg dat maar. Zijn paarden te mogen rijden. Hier laat ik iemand zien. Action! Hallo, ik ben Karen Donkers van de Donkers Stables. Ik heb de eer om met... We moeten hier allemaal bij hier staan. Ja, ja, ja. Ik zou maar allemaal een glasje moeten hebben, hè. Ah ja! Wat? Ik kon een scheet lopen, wat? Way. Your job's a joke, you broke, your love life's